Het is vandaag 11 november, de 11-11 portal. En ga je mee door die poort? Dan moet je natuurlijk wel weten, wat is het? 1 staat voor nieuwe starts. 11 is een meestergetal, dus hè, het meestergetal van een nieuwe start. En dan ook nog 11-11, een dubbel meestergetal van een nieuwe start. Maar de vraag is, ga je mee door die poort of niet? En die poort, dat is de poort van ascensie op jouw reis. En je zit op een reis van ascensie, verlichting. Anders kijk je deze video niet. Dus jij zit op die reis en elk jaar ga je weer een stapje verder in jouw eigen ontwikkeling. Wat je ook ziet is dat het een tweelingzielengetal is en dat op en rond deze datum heel vaak tweelingzielen samenkomen. Ook een aantal klanten van mij zijn samengekomen, een aantal coaches en ikzelf. Dus 11-11 is natuurlijk gewoon een supergetal om die kans te grijpen. Maar het hoeft niet. Het hoeft helemaal van niemand. Als je dat niet wilt of je kiest er niet voor, is dat geen enkel probleem. Wat er ook in de energie zit op dit moment is dat de vrouwelijke energie haar verlatingsangst onder controle heeft en ook wat beter is geworden in grenzen stellen, in liefdevol grenzen stellen en veel meer in haar onvoorwaardelijke liefde voor zichzelf kan stappen. Veel meer in de ontvangstmodus, dus niet alleen maar geven, 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 maar ook in staat is om liefde te ontvangen. En als de vrouwelijke energie in staat is om liefde te ontvangen, dan kan de mannelijke energie dat vervolgens ook doen, want dat gaat dan samen. En als je dus echt nu je hart durft te openen, dus kijk waar is het dat je nog niet helemaal durft te ontvangen, niet je hart durft te openen, durf je jezelf echt te geven, durf je echt, mag jij liefde ontvangen? En daar is het nu het moment voor. En als je daar dus voor kiest en je doet dat met je hele energie, dan kan het maar heel goed zijn dat jij één deze dagen of deze maand, of misschien begin volgende maand, dat jij in contact komt met je tweelingziel. Opnieuw in contact komt met je tweelingziel, je tweelingziel ontmoet als je dat nog niet hebt gedaan. En het kan ook zo zijn dat je jouw union, dat je daar verdieping in brengt. Dat je daar allebei voor kiest, voor verdieping in je relatie, om meer een eenheid te worden met vertrouwen, rust, stabiliteit, eenheid. Dat is nu het moment voor om daar ja of nee tegen te zeggen. En nogmaals, het hoeft dus niet, want het kan altijd volgend jaar of het jaar erop. Ik bedoel, je krijgt steeds weer een nieuwe kans en er komen ook nog tussendoor allerlei momenten, allerlei portals waar je doorheen kan kiezen. En waar het eigenlijk om gaat is, kies je voor licht en liefde. Kies je elke dag ervoor, bewust, om een voertuig te zijn van liefde. En wat er ook in jouw werkelijkheid afspeelt, wat er ook mensen tegen jou zeggen of wat je niet zo prettig vindt in je leven, kan je dan alsnog in liefde blijven en dat het je wel raakt, maar dat je dat dan op een moment dat je voelt dat je het raakt, bijvoorbeeld door een gedachte of in je lichaam, door een ziekte, dat je daarna kan kijken, dat je het kunt helen en dat je daardoor weer een stap verder bent. Dat je kan zeggen, oké, ik ben goed genoeg voor deze liefde. Ik kan het nu ontvangen. En wat er ook gebeurt, ik blijf in liefde. En ik ga niet meer terug naar mijn ego, naar oude patronen, naar oude angsten. Maar ik kies nu om in liefde te blijven. Daar heb je nu de kans voor. Wil je mee, dan raad ik je het Q&A webinar aan van 11 november. Heb je dat nou gemist? Ik heb een linkje voor je, zodat je ook terug kunt kijken. Er zijn heel veel vragen. Ik sluit het webinar ook af met een geleide meditatie. Ik stuur je ook een linkje met een hertz-tune op 528 hertz, zodat je die zelf aan kunt zetten, omdat jou dat ook in de juiste frequentie en de energie zet. En dan gaan we, hoe mooi is dat we samen door die poort heen gaan. Want hoe meer mensen dit doen, hoe makkelijker je het ook weer maakt om voor nieuwe lichtingen, tweelingzielen ook samen te komen. Daar draag ik op deze manier aan bij. Vind je dat een prettige manier? Abonneer je dan op dit kanaal. Like het, share het. Want dat waardeer ik ook. Ik vind het mooi om dit te doen. Maar ik vind het ook mooi als het dan goed wordt ontvangen. Dat het wordt opgepakt. Dat het gedeeld wordt. En al brengt maar nog één tweelingzielstel samen. Ik heb een aantal tweelingzielstellen samengebracht. En je ziet ook, ik krijg ook reacties op deze video's, dat hun tweelingziel contact met hun opneemt. Heeft jouw tweelingziel nou nog geen contact opgenomen? Dan raad ik je aan om te kijken, ben je ergens nog boos?
En vaak denk je, nee, ik ben helemaal niet boos. Maar kijk toch nog eens of je ergens nog boosheid voelt richting je tweelingziel. En of je die tweelingziel daarvoor kunt vergeven. Want als dat weer uit de energie is, hè, want jouw tweelingziel pikt alles op van je. Als dat dan weer uit de energie is. Ja, zie je, de zon begint nu ook te schijnen. Ga in je licht staan. Be the lighthouse. Wees het huis van licht. Hè? En dan word jij een magneet voor die tweelingziel. En dan kan die tweelingziel ook echt niet meer om je heen. Dus wie weet tot het Q&A webinar. En anders misschien tot een andere video. Alsjeblieft.